getrouwd met Niels. En Niels is 46 jaar en Niels zit in een verpleeghuis omdat Niels dementeert. Niels heeft de ziekte van PIEC, frontotemporale dementie, andere vormen van Alzheimer en woont daar al 3 jaar. Niels en ik, wij praten altijd heel veel met elkaar en op een gegeven moment viel dat weg en toen had ik van tevoren al gezegd, nou, als dat gebeurt, dat is het allerergste wat er kan gebeuren. En nou is het van, dat ik dingetjes opschrijf, dat hij dingen opschrijft, maar het is ook een gebaar, het is een blik. En dat zijn dan hele kleine dingen, zijn dat, en daar hou je je dan aan vast. En eigenlijk ga ik er ook heen. En ik verwacht eigenlijk niks, dus alles wat er komt is gewoon meegenomen. Ik vond de film erg indrukwekkend. Wat mij heel erg verbaasde of opviel, was dat die vrouw zich zo vasthield aan een bepaald beeld. Ja, dan denk ik van, heb ik dat ook, dat ik me vasthoud aan een bepaald beeld. En op een gegeven moment dan is die hoop is er gewoon niet meer. Van dan valt dat in duigen, van dan is dat, ja, dan is het de kunst om op een gegeven moment het kleine beetje wat er nog is, om dat vast te houden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort films worden gemaakt, want het is vaak toch een, vooral de setting waar het was, van een verpleeghuis is niet meer een verpleeghuis van vroeger waar 4, 5 mensen op een kamer de hele dag in hun bed lagen. Het is nu gewoon heel anders geworden en dat, ja, en ja, dementie is toch ook steeds meer dat het bekender wordt en het gebeurt ook op steeds jongere leeftijd. Even naar mij kijken, darling. Blauw. Ik zou eens tegen de mensen willen zeggen die ook met mijn ervaring, dezelfde soort ervaring als mij, hebben van willen zeggen van geniet van de kleine dingen, hou op groot te denken, van kijk wat, ja, wat er is op dat moment en laat iemand gewoon in zijn waarde. Dat zou ik willen zeggen.